Afgelopen week overleed Hans van Mierlo. Naar aanleiding van deze trieste gebeurtenis kunt u nu kijken naar een portret van deze democraat uit 2006. Hans van Mierlo, wat ik nog steeds te schrijven droom. Vroeger wilde je acteur worden en nu ben je minister van Staat. Ja. Wat is er misgegaan? Ja, ik was het misgegaan is dat ik bang was dat ik niet genoeg talent had om een echte goede acteur te worden. Daarom heb ik het niet gedaan. Maar ik heb later beseft dat iedereen die het woord neemt in het openbaar en probeert invloed uit te oefenen met het woord, al in de categorie van het drama zit. Ik zie de heer Van Mierlo opstaan. Je merkt het als het stil wordt. In de zaal, als je je woorden zorgvuldig kiest, en dat kan hij eigenlijk alleen als je ze opschrijft. En je neemt mensen mee in het avontuur van hun redenering. Dus je daalt af volgens de logica, brengen ze van de ene tree naar de andere en onderaan ligt een standpunt. Dan wordt het stil en dan krijg je op een gegeven moment die stilte waarin je weet dat ieder woord bijna rechtstreeks in de hersenen aankomt van de luisteraar. Ik begrijp de skepsis en voel die ook zelf ten aanzien van weer een onderzoek. Maar, congres, het is wel de eerste keer in al die 40 jaar en zolang als wij het woord hierom vragen en zolang als al die onderzoekingen zijn gedaan dat de conservatieve fracties van CDA en VVD op voorhand toegeven en erkennen dat er op dit punt iets fundamenteel mis is in ons land. We hoeven er dus niet over te smalen. En het drama is het middel waardoor dat mogelijk wordt. Overigens ben ik van mening dat het woord kroonjuwelen in onze partij verboden zou moeten worden. Kroonjuwelen worden doorgaans gestolen en daarom worden ze opgeborgen en alleen de vervalsingen worden gedragen. Meneer Van Mierlo, u ziet er meer uit als een vertwijfelde Hamlet dan als een politieke leider. Ik heb altijd begeerd Hamlet te zijn, dus wat dat betreft... Heeft u de heldenrol vandaag? Dat weet ik niet, want namelijk mijn besluit aan het einde was helemaal niet zo vertwijfeld. Op hoeveel zetels rekent u in de Kamer? Als wij nu, op dit moment, als ik op dit moment nu niet de grote verwachting had dat wij alsnog met 6 zetels minstens in de Kamer zouden komen, dan zou ik alsnog me terugtrekken. Dus u rekent op minimaal 6 zetels? Ja. En om aan te sluiten bij het begin, hoe gaat u de Kamer in als politiek leider of als Hamlet? Hamlet in de Kamer, dat is nog voor het toneel, nog voor het politiek bedrijf een aanwinst. Als ik dan gekozen word op die plaats, dan zal ik proberen een politiek leider te zijn. Thank you.
gaan. Toch hebben we iets gedaan. We hebben meer mensen om ons heen verzameld. En niet alleen uit Amsterdam, maar uit alle windstreken van ons land. En op een dag waren we met 37. En die 37 hebben zich met een appel gericht tot de vele Nederlanders die net als wij ongerust waren. Een appel met een plan. Een plan voor een nieuwe, vitale democratie. Van D66. Ah, meneer Peterson, ik kom de VBS 1, twee weer begeleiden voor. Ja. Ja, D66 hebben we opgericht. Democraten 66. Vraag niet hoe en met welke zorgen en hoe vlug het moest. Omdat er weer een kabinet struikelde en de verkiezingen vervroegd werden. En hoe we eindeloos hebben vergaderd. En hoe we een volledig politiek programma hebben opgesteld. En een congres hebben gehouden en kandidaten hebben gekozen. En ons hebben laten inschrijven in alle 18 kieskringen. En hoe we alle vurig bleven geloven in ons plan. Tja, ons plan. Ons plan voor een nieuw kiesstelsel. Ons plan voor vernieuwing en verjonging. Voor doorbreking van het oude vastgeroeste partijpatroon. Ik moet proberen het goed te vertellen. Ik wilde dat helemaal niet. En als ik zeg dat ik het niet wilde, dan wilde ik het ook niet. Ik was er bang voor. Ik dacht, dat kan ik niet. Daar ben ik niet geschikt voor. En wil ik dat leven wel? Daar had ik geen antwoord op. Maar ik deinsde ervoor terug. En ik vond dat Hans Schuiters het moest doen. Want die had ervaring in de politiek, al was het in de gemeenteraad. Bovendien een man die politicologisch veel geschoolder was dan ik. Nee, maar die verdomde het. Die wilde het absoluut niet. En hij vond dat ik het moest doen. En ja, en veel andere mogelijkheden waren er eigenlijk niet. Dus toen heb ik het gedaan. Dietrich heeft gezegd van ik ga een brief schrijven over een koersdebat dat er aankomt. Een koersdebat in de partij. Goed. Ja, dat is ja, goed. Bent u daar benieuwd naar? Gaat u daarin mee spelen? Ik ben met pensioen. Dus ik ga helemaal niet spelen. Ik ga buiten spelen. Niets anders dan vrees voor de dood en de angst te verwaaien als as dreef mij voort met de avondval naar het donker verraad van het kruis. Toen ik walgend van schaamte en pijn werd meegevoerd met de drom verblind door het bloedend visioen, werd mijn trots verteerd door de vraag: wat doet gij, wat hebt gij gedaan? Doch mijn hart gaf het antwoord al. Ik wil God zijn om niet te vergaan. Niets anders dan vrees voor de dood. En de angst te verwaaien tot as. Het is een heel arrogante pagina dit. Je komt daar met 7 zetels en je zegt, ik had gehoopt op beter herstel van de Partij van de Arbeid. Terwijl iedereen zijn ogen staat uit te wrijven. En ik ook. We werden daar rondgeleid door een griffier, door een hele jonge aankomende griffier.
Zei van, hier zijn de commissiekamers en hier zijn de afdelingkamers en hier is dit. En vertelde ze een beetje wat daar gebeurde. En fractiekamer. En toen gingen we lunchen in het restaurant. Van het Statenrestaurant heette dat. En ik herinner me nog vlijmscherp dat we bestelden allemaal een iets... wat een uitsmijter, maar ik nam met een paar anderen een statenboterham, heette dat. En dat was een enorm bouwwerk van twee sneden brood. Daar ham op, daar spiegelei op. En daarop troonde een grote dikke kroket. die ober die komt, die schopt die deuren open. En die komt met zwieren aan. En hup, zet dat geval voor mij neer. Maar vlak voordat het bord de tafel bereikt, valt de kroket op het tapijt. En de ober die zegt, oh sorry, zegt hij. En hij pakt die kroket met zijn vingers op en legt hem er weer bovenop. Ik zeg, wat krijgen we nou? Oh, sorry, zegt hij. En hij, nee, zegt hij, sorry. En hij pakt het hele bord weer op en gaat die keuken in. Trapt die deur weer in. En een halve minuut later trapt hij die deur weer open. Hoep, en dan komt hij weer aan. En ik zie al van verre dat de pluizen van het tapijt zitten er nog op. Op die kroket. Hij zegt, hier. Al 10 minuten uit de ruimte geplaatst. Ja, het lijkt me. Eerst zegt u dat we het wel gedaan hebben en nu zegt u met mij dat we het niet gedaan hebben. Ja, we zitten gewoon. Ik zeg, ik kwam hout hakken. Hout hakken. 8 uur per dag. Ja, ik was erachter gekomen dat je hier terecht kon. En de gedachte om op een eiland te zitten en een tijd lang een grote mond te houden en bezig zijn met gewoon zwaar handenarbeid, dat beviel me. Kijk, daar gaat de pater met de kindertjes. Zie je? Wat zal Biesheuvel doen? Biesheuvel rebelleert. Biesheuvel zet het kabinet onder druk. Biesheuvel legt bom. Biesheuvel houdt het been stijf. Biesheuvel speelt hoog spel. Kortom, het vaderland blijft een maand dag in dag uit in de ijzeren publiciteitsgreep van de heer Biesheuvel. Het Nederlandse volk houdt de adem in. Die twee lange zijden, die daar ook. Dat zijn de cellen van de monniken. En ik had een cel daar. Op de bovenste verdieping. Dit is het debat van de zwijgende meerderheid. Daar kan je niet tegen op. Dat is de stilte van de macht. Maar macht is iets anders dan gezag. Daar liggen de wijngaarden, links en rechts. En als het de tijd van de vendange is, dan moet iedereen, maar dan ook iedereen tot de oudste toe, die moeten met een scherp mes de trossen afsnijden van de stokken. Was Nederland nog benauwder dan nu. Dus wie daar vrijwillig bleef wonen, die verdiende niet beter. Die betrokkenheid met de Nederlandse maatschappij was ook niet zo erg groot, behalve een soort ergernis. Frankrijk was een veel ontwikkelder land. Ik had het gevoel dat daar in Parijs dan speciaal de wereld zou opengaan. Het was maar een nachtreizen met de trein. Thank you.
eerste plaats was het ongeveer alles wat niet Duitsland was. En het was de hoop van heel veel mensen. Parijs was de hoofdstad van de literatuur, van de poëzie, van de filosofie, existentialisme. Van de chanson, van de liefde, van de mode. Van alles was het de belangrijkste stad in de wereld. Dus na de oorlog was het ook dat verlangen naar al die... Het centrum van al dat schone en het ware. En dat was Parijs. En voor mij werd Parijs minder belangrijk en Zuid-Frankrijk werd meer belangrijk. En dat heeft te maken met de Mediterranee, waar ik altijd een soort gevoel bij heb gehad dat het de oerbouillon is van de westerse beschaving. Wie schrijft, schrijft in de geest van deze zee of schrijven niet. En het einde is, zolang de Europese wereld leeft, een bloedend droom, de roekeloze droom, waarin het kruishout als een wijnstok rankt, is hier de bron, zweeft boven deze zee het lichte van de creatieve geest. Het is een ode aan de Mediterranee, aan de mediterrane cultuur. Marsman. Ja, ik was helemaal vervuld van het avontuur wat ik begonnen was. En ik ben de eerste avond al naar de Vieux Port gegaan. En zag ik daar die vis verhandeld worden vanaf die boten. Dacht ik, dat wil ik doen. Iets uit de zee halen en het naar de mensen brengen. NOS Journaal. Stemt Nederland voor of tegen de eerste grondwet van Europa? Het zal blijken uit het referendum van vandaag. De stembureaus gingen vanmorgen om 19:30 open. En duidelijk is in elk geval dat de Europese grondwet leeft onder de Nederlandse kiezers. De opkomst was namelijk hoog. Zeer zeker een nee. Ik stem ja. Helemaal zijn we op achteruit gegaan en nu mogen we in één keer meestemmen. Te laat. Beter laat dan nooit? Ja, maar ik ben gewoon te laat. Al die tijd zijn we gewoon afgedreven. En nu mogen we in één keer, dan worden we erbij geroepen en mogen we gaan stemmen. Mocht het een nee worden en die kans is levensgroot, dan moet de politiek bij zichzelf te raden gaan hoe de kloof met de burger te dichten. Nog 40 seconden, allemaal gespannen gezichten om me heen. Ja, ja. Een atoombom, daar krijg je zin in. Collega Mingelen telt af. 6, 5. Verschrikkelijk. Okay. Hier is die dan, de uitslag. Grondwet ja, grondwet nee. Ja, 37%. Godverdomme, sorry. Meneer Kolen, u bent partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid. Doet het pijn? De opkomst is erg hoog. Dat vind ik dus, ik heb het net al gezegd, een feest van de democratie. Dat is echt de winst. En dat we de feest van de democratie dat, noemen, dat, dat, dat snijdt me door de ziel werkelijk. Een carnavalsreferendum. U blijft grote voorstander van dat referendum. Nou ja, ik ben natuurlijk apetrots als D66er dat de Nederlandse bevolking heeft laten zien dat ze een referendum serieus nemen. Zo'n hoge opkomst. En dat neemt niemand ons meer af. Een referendum, dat hoort echt bij Nederland. Dus wat D66 betreft, graag nog eens een referendum. Ik schaam me dood voor al die taal die eruit komt. We hebben 3 jaar geleden de kloof gezien die door Pim Fortuyn naar boven werd gebracht.
Nu zie je een enorme kloof tussen 85% van de parlementariërs in Den Haag en de bevolking. Is dat nog steeds dezelfde kloof? Die Volksabstimmung sei ein großer Erfolg gewesen, weil sie die Kluft zwischen die Bürger und die Politik verringert habe. Les groupes traditionnels ou religieux qui étaient la base des partis ne sont plus là ou ont évolué. Aujourd'hui, les gens ne se sentent plus représentés par leurs élus et partis. Ils zappent librement d'une proposition à l'autre. La classe politique a perdu sa légitimité. Hoe denk je toch dat je 40 jaar lang, 50 jaar lang de mensen buiten de informatie te houden, laat staan de beslissingen, en dat je ze dan ineens in een paar weken om een gedegen oordeel kunt vragen. Als je kiezers aanspreekt, dan is het om een beslissing. Dus het is vernederend om te zeggen, kiezer, laat eens horen wat je ervan denkt. Ons plan. Ik moet proberen het goed te vertellen. Het is een structureel probleem tussen overheid, welk kabinet er ook zit, en de burgers. En dat komt omdat wij sinds het leeglopen van de zuilenmaatschappij, hè, dat is in de jaren 60, die beschermde zuilenwereld waarin wij zijn opgegroeid, die liep leeg, men woonde daar niet meer in. En die zuil die zorgde voor alles. En de bevolking had alleen maar als opdracht om één keer in de 4 jaar te laten zien hoe dik die zuil was. En dan kwamen alle benoemingen, beslissingen, alles wat maar gebeurt in een land, alle verdragen, kwamen bij degene die gekozen waren. En dan valt het weg, dan functioneert die zaal niet meer. De burgers is nooit geleerd om een zelfstandige eigen band te hebben met die formele democratie van regering, parlement. En nou denken de mensen dat je nog steeds in deze omstandigheden, door 1 keer per jaar te laten zien hoe dik de zuil is, 1 keer in de 4 jaar, te laten zien hoe dik de zuil is die er niet meer is, dat je dan het vertrouwen blijft behouden van de burgers en dat ze zich verbonden voelen met die formele democratie van regering, parlement, wetgeving enzovoorts. Dat is belachelijk. Meneer de burgemeester, excellenties, dames en heren. Ik heb de oorlog meegemaakt als een groot kind. Ik was 9 toen hij uitbrak en 13 toen hij ophield. Want ik woonde in Breda en dat werd 1 jaar eerder dan het noorden bevrijd door de Polen. Mijn jeugdherinneringen zijn geverfd in de kleuren van de geborgenheid en burgerlijkheid van die tijd. Zoals de meeste Nederlanders leefde ik in een zuil, de katholieken. De zuilenstructuur was ongeschonden uit de oorlog gekomen en was ook daarna het hart van de Nederlandse publieke zaak, de organisatie van ons dagelijks leven. De katholieken in de katholieke zuil, de protestanten in de protestanten en de socialisten in de socialistische zuil. Wie zou denken dat na de oorlog in alle helderheid de vraag aan de orde kwam, wat doen we met onze vrijheid, vergist zich. De vraag zelf werd verdrongen door de vanzelfsprekendheid van het antwoord. Herstel in de oude toestand.
Men had de handen vol aan Reizend Nederland. Het etiket spreekt al boekdelen. En men droomde van vooroorlogse boter en vooroorlogse sigaren en van alles wat maar vooroorlogs was. Geleidelijk aan drong mondjesmaat de betekenis van de oorlog en de behoefte aan verandering door op andere dan politieke terreinen. In de filosofie kwam het existentialisme, in de literatuur de vijftigers, in de schilderkunst Cobra en in de theologie het Vaticaans Concilie. Maar in het economische en politieke leven bleef alles bij de oude voet. Sint-Janskruid. Kijk hier. Hier was ik werkelijk helemaal alleen. Er kwam nooit iemand. De herfst is dat schitterend. Hier kon je echt heel goed zwemmen. Zit er nou nog, toch nog een dichte stroming in het water, of niet? Ja. Niet naar dansles. Dat was te gevaarlijk. En als je dan zo nodig naar dansles moest of wilde, dan natuurlijk naar een katholieke dansschool. Want stel je voor dat er een romance zou groeien tussen een katholiek en een protestant of een katholiek en een niet-gelovige. Dat moest krachtig worden vermeden. De kracht van een katholieke gemeenschap, van iedere religieuze gemeenschap, dat is de veiligheid die het gevoel geeft dat je allemaal op dezelfde God afkoerst. En die veiligheid valt natuurlijk weg als je ineens bedenkt, eerst met grote schrik en dan steeds meer onontkoombaar denkt, maar het is gewoon niet waar. En dan wordt alles toch lastiger, eigenlijk. De richting is weg. En hoe ziet dat er dan uit, zonder God? Veilig? Nee, niet veilig. Niet veilig. Hoewel, het is een geruststelling dat het laatste oordeel wegvalt. Dat is een verhaal wat aan kinderen verteld wordt, wat toen werd, wat bijna valt om wat we nu zouden noemen kindermishandeling, geestelijke kindermishandeling. Het laatste oordeel met een kruis wat aan de hemel verschijnt, waardoor alle levenden en gestorvenen hun laatste verblijfplaats in de hemel krijgen aangeboden als ze goed geleefd hebben en in de hel als ze verworpen worden. En ik liep door de stad en ik keek regelmatig omhoog of er misschien al een begin van een kruis zichtbaar werd tussen de wolken. En ik droomde daar ook 's nachts van. Dan werd ik zwetend, badend in het zweet werd ik wakker. Het laatste oordeel.
De katholieke elite had in het algemeen een sociaal-maatschappelijk gerespecteerde positie en straalde een natuurlijk gezag uit. Hier woonde mijn vriendje. Er was natuurlijk toch ook sprake van een standenmaatschappij, hè? En daar was eigenlijk alleen maar sprake van contact tussen die mensen, wanneer het gewoon professioneel nodig was, hè? Een relatie dus tussen arts en patiënt, tussen onderwijzer en leerling en ouders van de leerling, hè? En maar veel verder ging het niet. Ook niet zo dat je bij elkaar ging spelen. Dat deed je toch meestal bij kinderen die helemaal hetzelfde leefpatroon hadden. Dus sobere gezinnen bij elkaar, hè? En gezinnen van grotere welstand ook bij elkaar. Kijk, die bocht daar. Het laatste huis met die rode baksteen, dat was het ouderlijk huis. Als ik zo die straat nog eens inkijk, daar reden dus niet alleen bakkerswagens en groentekarren, maar er reed op gezette tijden ook een ijswagen. En die ijswagen, die diende ervoor om bij slagerijen grote, enorme ijsbalken uit te dragen, die dan in zo'n ijskast gezet werden. Hè? Want ja, echte frigidaires bestonden nog niet, hè? In de jaren 30 en vroeg jaren 40. Maar die ijsmannen die bedienden ook de betere standen. Want die hadden allemaal een provisiekast waar ook een ijskast in stond. Hè? Dus ik zag bij bepaalde mensen sterke kerels, hè, met jute zak, poppenschouder, zo'n iets wat druipende ijsbalken naar binnen dragen. Dit is het poortje waardoor je bij ons in de tuin kon komen. En waar ook een rooster was, waar de kolenboeren, die stortten daar hun koks door een gat. En in diezelfde kelder zaten wij in 1944. Dus ook het gangetje waarin het kindermeisje, een van de vele kindermeisjes, door mijn vader vrijhand werd aangetroffen met een Duitse soldaat. En dat kon mijn vader niet verdragen. Die ging de laan uit. Daar hing ik uit het raam te luisteren naar de smokkelaars en de schoten in de nacht. Die kwamen aangewaaid door het Bas Bosdijk. Goedendag. Voornamelijk uit een soort schuldgevoel. Meneer Van Meerlo? Had ik toch meestal KVP gestemd. Niet omdat ik iets vond van de KVP, maar ik dacht, ja, wel, het is toch al zo'n bende geworden doordat een soort sociale ontwrichting in de familie, omdat ik niet meer in God geloofde, was hard aangekomen. Dus ik dacht, dan hou ik nog een bruggetje open. Dus ik zei dan tegen mijn vader, ik heb KVP gestemd. Ik stel u dus voor, dames en heren, het sinds gisteren Tweede Kamerlid, ja. Fractievoorzitter, ook dat nog, ja. Meester
H-A-F-M-O van Mierlo. Ja? Allemaal wij. U komt, als mijn inlichtingen juist zijn, uit een katholieke bankiersfamilie in het zuiden van het land. Ja. Er is een gezegde hier in Nederland dat de vrouwen u erg aardig vinden. En nou kunt u dat naast u neerleggen. Maar in de New York Times heeft u de voorpagina gehaald, hè? Ja. Nou, dat is enorm. Niets aan te doen. Niets aan te doen. Nee. Bovendien wordt u in het bijgaande artikel vergeleken met het Kennedy-type. Ook uw familie, waar zich een aantal zusters in bevinden, hebben meegewerkt volgens het artikel aan uw campagne. Kortom, mijn vraag is, meneer Van Mierlo, vindt u het prettig, die vergelijkingen? En gaat dat niet een beetje... De dag voor de verkiezingen. Bedoelingen? Toen zeiden we, laten we naar de Albert Kuip gaan. Dat is tenminste een drukke markt. En we gingen erin aan de kant van de Van Wouwstraat. En terwijl we oprukten tussen de kraampjes door, of Volderend, Mark Koopman en zo, kwam het bericht dat van de andere kant de karavaan van de Partij van de Arbeid naderde met Joop den Uyl aan het hoofd. En ik te zenuwen, ik dacht, Joop den Uyl. Maar wat ik niet wist, is dat Joop den Uyl op hetzelfde moment de zenuwen kreeg. Ik dacht, die Van Mierlo, wie is dat? En Joop en ik ontmoeten elkaar als Stanley en Livingston. En we kijken elkaar aan en we schieten allebei tegelijk in de lach. En toen zei ik, koffie. Daar moet nog ergens een foto van zijn. Van Dolph Toussaint. Waar we in dat Amsterdamse Albert Kuip Café onze eerste ontmoeting hebben. En zo heb ik aan Joop uitgelegd wat onze analyse was van de stand van zaken in Nederland. En dat er iets anders moest komen om de burgers te binden aan de politiek. En dat er daarom een directere democratie moest komen. En later, heel kort daarna, vertelde hij hoe hij zich totaal verkeken had op de ontwikkelingen in Nederland. En dat hij daarvan leerde. En toen hij eenmaal zover was, want het was natuurlijk een scherpzinnige man, toen hij als het ware een beetje bijgepraat was over die veranderingen die zich en de betekenis daarvan. En toen hij dat ook helemaal inzag, dat dat de goede analyse was. Toen zei hij ook, ja, de kans om veranderingen te maken krijg je eens in de 20 jaar. Nu moeten we het proberen. Want anders moet je weer 20 jaar wachten. Mijn herinnering is die trap 2 keer zo breed. Dat is raar. De entree was natuurlijk bijzonder. Door die monumentale trap en die prachtige schilderijen die daar aan de wand hingen van alle voorgaande hoofdredacteuren. Onze hoofdredacteur, Chris Tegetee, was een eerlijk en open hoofdredacteur. Dat was een zeer bijzondere sfeer. Dat was een gezelschap van bijzondere mensen. De situering van de redacties maakte dat je veel bij elkaar over de vloer kwam en veel praatte. Nou ja, daarnaast had je Café Scheltema. Koppen, dat was Scheltema. Dat waren wat gelegenheden op het Leidseplein. In Scheltema zelf kwamen de mensen van Parool en van, dat heb ik gezegd, van het Handelsblad en de Godlogenaars. Ik wist absoluut niet wat ik met mijn leven wilde doen. En dat is een heel geschikte houding om tot de journalistiek te komen. Een oom van mij, die eigenlijk wilde dat ik bankdirecteur werd, die gaf mij een introductie voor de hoofdredacteur van De Tijd. Dat was een vriend van me. Toen reisde ik naar Amsterdam, waar ik toch heel weinig kwam. En Van Lamsweerde ontving mij, zoals je dat dan doet als een vriendje vraagt om zijn neefje te ontvangen. En hij had duidelijk trek in me.
Het eindigde met van dat hij het leuk vond als ik zou komen werken op de tijd. En bij de deur riep ik ineens, oh, maar wacht nog één ding. Ik geloof niet in God. Toen zei hij, maar dan kun je helemaal niet hier komen werken. Toen kreeg hij medelijden met me en toen zei hij, ik zal je een introductie geven van hier schuin tegenover, van voor meneer Stekentee. Dat is bij het Algemeen Handelsblad, daar gelooft niemand in God. Willem. Goedemorgen. Hoe is het? Dag Hans. Hoe is het? Hoe is het, mijn man? Een tijd goed. Geleden. Ja. Ja, je ziet er goed, hè? Ja. Ben je op vakantie geweest? Ik heb een zusje in Rome. Daar ga ik al 35 jaar. Ja. Een paar keer per jaar naartoe. Hier speelde zich het af, ja. Het was een informele ruimte. Een soort bufferruimte van productiviteit. De groene werd hier gemaakt, aan dit tafeltje, hier. David, Han Lammers. Die schreef zijn inktspat en getrokken zich even terug. Dan ging hij daar zitten. Nee, daar. Werd de groene hier gemaakt, want ze hadden geen eigen redactielokaal, geloof ik. En Han Lammers, die had zijn ogen, die was correspondent, Amsterdamse correspondent van het Algemeen Dagblad en die zat hier tegenover. En ja, het was het Handelsblad zat hier toch voor het grootste gedeelte en maakte zijn leukste tijd door. En intellectueel gezien de productiefste tijd, zakelijk gezien de improductiefste tijd. Want het was een blad met een rechtsimago, Handelsblad. En hij werd volgeschreven met de linkse, linkserge, niet echt links, niet het ideologische links, maar het meer de anarchistische kant van links. Constance werkte er, Hofland, Gruiters, Wolts, Jan Blokker. Bob Groen niet te vergeten. En ik. En die krant die werd geschreven, vooral in de avonduur. Overdag zat men in de tijd van de baas, zat men vaak hier. Behalve als je nodig was om de krant pers klaar te maken. Maar de meesten waren schrijvende redacteuren en die schreven hun artikelen wanneer ze wilden. Het was een erg ongebonden en vrijzinnige en ontzettende vermakelijke periode. En dat was tegelijkertijd mijn kennismaking met de grote wereld. Ik kwam uit de provincie. En dit is de ruimte waarin je aan de nieuwe druk moet wennen. Woont u daar nu? Ja. Ik stond er net. Ja, dat zou heel goed zijn. Ja, nee, jongen. Met de veel. Oh, ja, ja. Zeer toch. Gelukkig is het zo. Dit was de kinderkamer. En later. Ja, moeder heeft die kamer. Ja. Deze trap heeft magische herinneringen. Ja? Ja. Mijn moeder lag in het, al bijna altijd in het ziekenhuis een kind te baren. Ja, ja. En dan kwam er weer een zusje bij. En dan moest mijn vader voor ons zorgen met de. En dan zitten die. Een keer herinner ik mij dat ik allemaal kaarsjes had neergelegd in de kerstnacht. Toen we om 5 uur naar de kerk gingen. Ik herinner me niet eens. Het is niet echt dat de intimiteit van het huis.
omslag kwam in de jaren 60. Voornaamste oorzaak was een voltooiing in de ontwikkeling van wat ik de materiële democratie zou willen noemen. De democratie in het dagelijkse, feitelijke lot van de burgers. Het werd in de jaren 60 beslissend veranderd door de evolutie van de eliteconsumptie naar de massaconsumptie en van de elite-informatie naar de massa-informatie. Deze twee ontwikkelingen, in consumptie en informatie, zijn de belangrijkste oorzaak geworden voor het ontstaan van de half-revolutionaire bewegingen in de jaren 60. De zuilen die warm, veilig en gezellig waren, werden meer en meer ervaren als bedompt, regentesk en beklemmend. En toen ook pas kwam er in de politiek, kwamen er tekenen van ongedurigheid bij de kiezers. Een soort late erkenning van het feit dat er een oorlog was geweest. En er ontstond behoefte aan vernieuwing. Daar was de hoofdredactie en de directie. Redactie binnenland, redactie buitenland. En hier was geloof ik de kunstredactie. Maar dan weet ik of de sport kan ook. Op de hoek van de Paleisstraat en de Voorburgwal zag ik voor het eerst provo's. Ja, provo, dat kwam uit ons eigen hoofd vandaan. Ik dacht, dat gaat niet goed. Toen stuitte dat op bevreemding en wij werden opgesloten. Die wereld was gewoon gebaseerd op hiërarchie, op gezag. Het was minder simpel om te besturen als voorheen. Te meer omdat het gezag niet meer vanzelfsprekend was. Ik zat in die periode bij het tweede peloton ME. En er waren vaak rellen, hè? Voor de deur van het Handelsblad. De politie kwam en zei, hey, wat doen jullie daar, mensen? Zijn toch geen niet krenten aan het verspreiden, hè? Dat was niet een kwestie van praten, maar dat was gewoon een kwestie van wegslaan. Het was ook ontzettend dom van de politie dat ze dat deden. En dat had ook zijn invloed in de belangrijke kranten. Dat schouwspel is voor mij, denk ik, geweest het ogenblik waarop ik dacht, de tijd is aan het kenteren. Het was never a dull moment. Het was echt heel erg leuk. En ook heel opgewekt. In tegenstelling tot nu hangt er zo'n vloers van pessimisme over alles. En toen was er ja, een soort geloof dat iedere actie iets beter kon maken. Mm-hmm. Ja. En dat leidde ook tot oprichting van politieke partijen waar je in geloofde, omdat je dacht dat politieke partijen het beter konden maken. Dat gelooft dus nu niemand meer. Het wordt niet zo serieus meegenomen. Dat was toen wel. Ja. Het lijkt mij wabbelend het feit dat wij een verkiezingsstrijd moeten ingaan. Belangrijk dat wij nu vanavond het programma afhandelen. Als u het van belang vindt dat we kerstmis ingaan met het programma, dan is het wat anders. Ja. Maar persoonlijk, wie is er voor om de tweede kerstdag daaraan te geven? Ja. Ja. Even stilte. Tweede kerstdag daar. De dinsdag daar. Ik hoop dat u begrip hebt, waar u hebt er zelf aan meegewerkt, dat er op deze ongebruikelijke wijze een eind is gekomen aan een zeer ongebruikelijk, want een zeer democratisch congres. Die vergadering zou moeten worden voorgezeten. Maar ik had dat nooit gedaan. Ik was ook absoluut niet van plan om dat te doen. Ik wilde ook helemaal de politiek niet in. Toen kwam er een mogelijkheid voor de politieke partijen om in zendtijd, politieke zendtijd, aangeboden door de regering, om de beurt 10 minuten 's avonds. Ik geloof dat het 10 minuten was, 10 minuten s'avonds een programmaatje te maken wat een wervende functie had.
Het moment dat hij naar buiten zou gaan, toen not regende het een beetje buiten. En toen zei ik, het is verstandig als je een jas aan doet, joh. Nou, pakte hij die jas. Dat was een regenjas, die deed hij aan. En wat daar voor verhalen uitgekomen zijn, ik weet het niet. Maar het was gewoon zo'n regenjas die daar bij de voordeur hing. En die deed hij aan. Zette zijn kraag op en liep zo Amsterdam in. Ik had wel een beetje een naïeve opvatting. We waren zo overtuigd dat we een doorslaggevend goed verhaal hadden voor die veranderingen. Door het directer maken van de democratie. Ik dacht, dat doen we even. Even hard werken en dan gewoon weer doen wat je leuk vindt. Journalist. Ja, dat duurt 40 jaar. Het is een soort vliegwiel, hè, wat je op gang hebt gebracht. Ik kan helemaal niet meer terug. Een commissie waar wij ons heel kritisch over hadden uitgelaten over de beslotenheid en het werk van de BVD en dat daar veel meer openheid in zou moeten komen. Er waren de fractieleiders van de vier grote partijen, die waren daar lid van. En die spraken over zaken van binnenlandse veiligheid, staatsveiligheid enzovoort. En deden daar geen rapport over aan de Kamer. Als je die wil veranderen, dan moet je erin gaan zitten. En dat betekent dat iedere revolutionair al bij het gaan door het poortje van het Binnenhof een klont boter op zijn hoofd krijgt. Dat de lang verzwegen dingen nu eens recht voor zijn raap gezegd moesten worden. Zeggen wat je denkt en doen wat je zegt, zoals Fortuyn het onder andere bracht. Historische ervaring heeft overal ter wereld de les afgegeven dat je daarover eerlijk, maar behoedzaam praat en zorgvuldig je woorden kiest. Wat lach je? Ik bewonder de dans van je vingers. Ja. En niet de vrijheid van meningsuiting staat hier op het spel, maar de beschaving. Beschaving.
Wel, ja. Het is zo'n open deur. Ja, maar soms moet je een open deur wel uitspreken. In ieder geval moet je, omdat de deur open staat, niet besluiten er niet doorheen te gaan. Ja. Dus wat wil je? Zou ik hem maar gewoon achter doen? Nee, doe maar. Maar, het is, maar beschaving is het. Beschaving is juist meer dan dat. Het is de bekommernis om het lot van de ander. Ja, maar dat zeg je nog straks ergens. Ja? Ja? Laat het staan. Niet de vrijheid van meningsuiting staat hierbij op het spel, maar de beschaving. Vrijheid van meningsuiting is een randvoorwaarde voor democratie. Een essentieel fundamenteel recht. Het is een zaak van verlicht eigenbelang bij de gebruikmaking van dat recht behoedzaamheid toe te passen. Dat is een vrijwillige beperking van je vrijheid, maar dat is het wezen van de beschaving. Erkenning dat persoonlijke vrijheden worden begrensd door vrijheden van de ander. Ik denk dat beschaving altijd bezig is met het streven naar het betere. Er is een enorme kalmte gekomen over de burgerij. Het protest tegen het beleid is minimaal. Er is een gelatenheid. En die heeft te maken met het feit dat niemand meer een politieke partij of de politiek ziet zitten als een plaats waar je iets op kunt lossen. Dus het geloof in de politiek is weg. Nou, dan zie ik alleen maar aanwijzingen die in nog grotere en dringendere mate vragen om een herziening van ons democratisch stelsel. Willen we de essentie daarvan behouden? Want zover denk ik dat het op een gegeven moment gaat. Een systeem dat echt niet meer werkt, dat is een vogel voor de poes. Dat gaat er op een gegeven moment aan. En wat dan daarvoor aan de plaats komt, mag Joost weten. Zover kan ik niet denken. Maar het is in ieder geval niet iets democratisch. Ons doel op langere termijn, dat is die politieke vernieuwing, die staatsrechtelijke structuren, die herkanalisering van het electoraat. De onmacht van onze politieke structuur. De staatsrechtelijke regels die gewijzigd moeten worden. Het slop waar de Nederlandse politieke partijen in zitten is eigenlijk dat die hele maatschappij zich heeft veranderd, maar de politiek niet. Het punt van het districtenstelsel. Dat je naar een vorm van een districtenstelsel moet. Een districtenstelsel ten einde te komen tot een herstel van de band tussen de kiezer en de gekozenen. We kunnen zo duidelijk niet langer doorgaan. We moeten die macht, we moeten die politiek veranderen. Wat is de snelste weg om te komen tot die politieke vernieuwing die wij wensen? Voor ons zullen en moeten de uitgangspunten gelden die we altijd hebben gehanteerd. Staatsrechtelijke vernieuwing, partijpolitieke vernieuwing. D66 tegen de rest. Hoe dan ook, de boodschap is eigenlijk een berust op een analyse die ver boven het belang van een partij uitgaat. En ook niet geclaimd kan worden door een partij. Maar zo wordt het wel beleefd en zo wordt het ook de grond ingestampt. En daar is dus die factor, die nimmer aflatende factor van de macht, die zich met alles wat het heeft verzet tegen de verandering. Althans, de verandering van de basis van waaruit u ontspringt. En de macht, ik bedoel, je zit
Wil je de structuur van die democratie veranderen, dan kan het alleen gebeuren door 100 afgevaardigden van de 150 in de Kamer, want je hebt 2/3 meerderheid nodig. En dat zijn weer de mensen die daar zitten, omdat zij tot stand zijn gekomen in de situatie van nu. Dus die hebben een natuurlijke neiging om te denken, maar wat gebeurt er toch met mij en mijn partij als we die verandering doen? En ik was zelf zo naïef bij de eerste persconferentie in 66, toen we het partijprogramma presenteerden. En toen was er een vraag uit de persconferentie. Maar als u dat districtenstelsel of zoiets krijgt, dan bent u de eerste die verdwijnt. En ik was zo naïef om te zeggen, ja, maar dat is het toch ook niet zo erg. Als je je doel bereikt, hoef je er toch ook niet meer daarvoor te zijn. Toen eenmaal het Paarse kabinet tot stand kwam, had Van Mierlo toch enige aarzeling of de kroonjuwelen, waar bepaalde afspraken over waren gemaakt, of die nou wel in goede handen waren bij de toekomstige minister van Binnenlandse Zaken, mijn persoon. En ik herinner me nog dat hij mij belde en dat hij mij een beetje zoals mannen onder elkaar een soort gewetensvraag stelde. Of hij op mij kon rekenen voor het nakomen van de afspraken die we in het regeerakkoord hebben gemaakt. En toen heb ik geloof ik tegen hem gezegd, luister eens, ik ben niet overtuigd dat het goed is. Maar we houden ons aan onze afspraken, dus je kunt op mij rekenen. We zijn misschien 40 jaar te vroeg begonnen met te vertellen dat wat we toen vermoeden en wat ook de waarheid was, waar nu pas bewijsmateriaal voor is, uit de scherven op de grond. We waren ongerust over de politieke situatie in ons land, over de verwarring en de ondoorzichtigheid, over de tanende invloed van de kiezers, over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels, over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel, over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen. Je suis seul ce soir. Avec ma rêve, je suis da. Kun je nou zeggen dat je geslaagd bent als politicus? Nee, dat kun je absoluut niet zeggen. Nee. Ik denk dat als ik niet in de politiek was terechtgekomen, dat ik dan hier was terecht. Als ik erin zou geloven, zou ik denken dat ik hier eerder geweest ben in een ander leven. Maar ik geloof niet daarin. Dus dat denk ik niet.
Humaniserende activiteit, hè? Je rukt aan dezelfde boom, je praat zachtjes over kleine aardse dingen. Ondertussen dwalen je gedachten af naar nobeler orde. Misschien is het een verplichte educatieonderdeel, zou het kunnen zijn voor de bevolking. Ik zou een dag uitvissen. Ik voelde mij moedeloos. Ik maakte tussen de lissen met mijn hand een wak in het koos. Er steeg licht op van beneden, van de zwarte spiegelgrond. Ik zag een tuin onbetreden en een kind dat daar stond. Het kind stond achter een schrijftafel, te schrijven op een lei. Ieder woord onder de griffel herkende ik, was van mij. En toen heeft het geschreven, zonder haast en zonder schroom, dat wat ik in mijn leven nog steeds te schrijven droom. En telkens als ik even knikte dat ik het wist, liet hij het water beven en het werd uitgewist.